Ik ben Jeroen Haan, ik ben dijkgraaf bij het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. En een dijkgraaf, dat kun je eigenlijk vergelijken met een burgemeester bij de gemeente. Je bent voorzitter van het algemeen bestuur en je bent voorzitter van het dagelijks bestuur. Bij ons heet dat het college van dijkgraaf en hoogheemraden. En ik heb in het algemeen bestuur alleen de taak om voorzitter te zijn. In het college van dijkgraaf en hoogheemraden ben je ook meestemmend lid. Met de verkiezingen kunnen de mensen die hier wonen kunnen keuze maken van welke partij dat zij in het algemeen bestuur willen zien. En daarmee bepalen ze ook welke politieke richting het waterschap ingaat. En dan wordt er daarna gekeken welke partijen gaan samenwerken en die vormen dan een college. En een college van dijkgraaf en hoogheemraden kan je ook weer vergelijken met burgemeester en wethouders. Dus de portefeuillehouders van schoonwater of van waterveiligheid of van duurzaamheid, dat zijn onze hoogheemraden. Dus het algemeen bestuur van het waterschap is echt de volksvertegenwoordiging van het waterschap. Het waterschap veel mee bezig is eigenlijk waterveiligheid, zorgen dat je hier kan wonen, werken, leven. We zorgen voor voldoende water. En als het te veel water is, dan zorgen we ervoor dat het wordt afgevoerd en wordt opgevangen. En daarnaast zijn we ook verantwoordelijk voor schoon water. Er is zowel in de sloten en de rivieren, als dat we ook het afvalwater, dat we dat weer schoonmaken. Ja, we staan hier bij Riesel. Riesel is eigenlijk een merknaam voor teruggewonnen cellulose uit afvalwater. Cellulose uit afvalwater komt uit toiletpapier. Dit winnen wij terug in het begin van het zuiveringsproces. En als we het er toch uithalen, kunnen we het beter nuttig gebruiken als grondstof. Hier kun je zien wat voor vragen er zoal binnenkomen bij ons waterschap. Er drijven wel 30 dode vissen in het water. Kunnen jullie de gemalen uitzetten, zodat het ijs beter aan kan groeien? Dus ik wil graag een melding doen van een muskusrat. Ik ben aan het varen, maar de sluis gaat niet open. Het waterpeil is lager dan normaal, want volgens mij is de duiker verstopt. We doen ons best, maar we kunnen helaas niet alles oplossen. 15 maart de verkiezingen van het waterschap, waarbij de keuzes natuurlijk zitten over ja, wat voor soort grondwaterpeil wil je hebben. Wil je dat het goed is voor de boeren, voor de landbouw, of is het goed voor de natuur? Verder gaat het natuurlijk over hoe worden de lasten verdeeld in het waterschap, of natuur belangrijker is, of economie. Om het water van goede kwaliteit te laten zijn, zodat de biodiversiteit kan toenemen. Stem allemaal op 15 maart voor de waterschapsverkiezingen.